Hey, leuk dat je luistert naar de Kat Cool Know podcast. In deze podcastserie staat altijd de vraag, wat maakt jou rijk centraal? Waar krijg je energie van? Wat is jouw goud? En hoe ga je daarmee de wereld verrijken? Ik interview inspirerende, ambitieuze, creatieve ondernemers. En ik deel mijn gedachtenkronkels met je over rijkdom in de brede zin van het woord. Heel veel luisterplezier bij de Kat Cool Know podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Kat Cool Know podcast. En ik heb een hele toffe gast vandaag. En dat is Alice van der Linge. Hey Alice, welkom. Hey Kat, leuk dat ik er ben. Ik heb er zin in. Hey tof, wij kennen elkaar echt al best wel lang. Ja. Van de studie, hè? Is het geloof ik, ja. Van de universiteit in een ander leven. In een grijs verleden. Ik zat er over na te denken welk jaartal. Maar zo ergens achter in de jaren 90. Ja, zoiets. Ja. Ja. Heerlijk. Ja. Nou, dat verraadt meteen hoe oud je bent. En ik ook trouwens. Maar heerlijk. Al die levenservaring die we inmiddels hebben opgedaan. Ik vind het superleuk om van jou te horen, Alice. Wie ben jij eigenlijk en wat doe je... Wat doe je zo al? Waar word je blij van? Waar hou je mee bezig? Ik hou me heel veel bezig met voeding. En dan met name gericht op fibromyalgie. En dat doe ik ook nog in combinatie met mindfulness. En ik ben daartoe gekomen omdat ik zelf heel lang fibromyalgie heb gehad. Jij weet dat nog, want ik had het al... Het begon bij mij toen ik 21 was. Dus toen wij op de universiteit zaten. Toen was de periode dat het voor mij steeds slechter ging eigenlijk. En wat je altijd te horen krijgt met fibromyalgie is... Ja, leer er maar mee te leven, want je kan er niks mee doen. En ja, eigenwijs als ik ben, heb ik me daar eigenlijk nooit bij neer willen leggen. Ik dacht, ja, het komt ergens vandaan, dus het moet ook weer weg kunnen. Maar ja, de medische wetenschap zoals die zelfs tot de dag van vandaag is, die kan er echt helemaal niks mee. Je kan pijnstilling krijgen voor de pijn. Maar ja, dat is het eigenlijk. En dat is natuurlijk een vooruitzicht wat eigenlijk alleen maar meer pijnstilling is. En gewenning aan pijnstilling en weer sterkere pijnstilling. En dat wilde ik niet. En ik ben zelf op zoek gegaan en uiteindelijk via allerlei boeken... artsen, behandelmethodes, you name it, heb ik het wel gedaan, ben ik uiteindelijk toch gewoon terechtgekomen bij voeding en mindfulness. En twee eigenlijk hele simpele dingen die al eeuwenlang, eigenlijk hele alledaagse dingen, maar door dat meer en beter te doen, ben ik uiteindelijk gewoon van mijn klachten afgekomen. En geef je geen medicatie, niks, gewoon door dat aan te passen. En door iets wat we eigenlijk helemaal niet meer doen, maar echt luisteren naar je lichaam. Want tegenwoordig is iedereen zo bezig in zijn hoofd, altijd op een scherm. Een volle to-do-lijst. Je hebt al die rollen die je moet spelen. Weet je, je bent een partner. Je bent misschien een moeder. Je bent een collega. Je bent misschien een werkgever. Je bent een dochter. Zoveel rollen. Dat ik merk dat heel veel mensen zichzelf al kwijt zijn. En ja, dat is een vorm van chronische stress die opbouwt. En allerlei klachten veroorzaakt. Die we met een mooi woord welvaartsziekte noemen. Die komen eigenlijk allemaal terug op hetzelfde, namelijk een overprikkeling van je brein en je lichaam en het niet luisteren meer, niet meer in contact zijn met je lichaam, waardoor je niet meer weet wat goed voor je is. En ja, door dat te leren weer, want ja, ik was gewoon echt verleerd, ben ik nu klachtenvrij. En daar houd ik me nu mee bezig. Dat is echt mijn passie om... dat verhaal, mijn verhaal te delen met anderen om ze te inspireren en hopelijk ook hoop te geven dat je er wel wat aan kan doen. En dat je niet afhankelijk bent van iemand anders om er wat aan te doen. Je hebt het echt helemaal zelf in de hand. Ja. Wauw. Maar
Dat klinkt inderdaad heel inspirerend. En ook als, nou ja, dat ik denk van ja, ik geloof daar heel sterk in natuurlijk. In dat, dat je zelf daar veel meer invloed op hebt dan je denkt. Mm-hmm. Want je hebt namelijk zelf, het is natuurlijk ook gekomen doordat je bepaald gedrag hebt gehad. En, ja. Maar ik zat nog heel even, ik bleef nog even steken bij, wat is fibromyalgie precies? Want sommige mensen zullen dat misschien niet kennen. Mm-hmm. Wat voor klachten krijg je dan? Als je dat hebt? Fibromyalgie is, dat is een eigenlijk dat je chronisch pijn hebt en chronisch vermoeid bent. Dat zijn eigenlijk de twee hoofdklachten. Die pijn zit vaak rond je, in je spieren en rond je gewrichten. Waardoor je moet voor een diagnose moet je ook naar de reumatoloog toe. Want de pijn die je voelt lijkt op reuma. Maar het heeft helemaal niks met reuma te maken. Maar artsen noemen het nog steeds wekendelenreuma. Ah, ja. Maar nogmaals, er is geen verband tussen reuma. Maar het is een constante pijn. Het lijkt echt zenuwpijn. En het komt en gaat zonder duidelijke oorzaak. En weet je, stel dat je bijvoorbeeld je knie verdraait. Dan heb je op een bepaalde plek in je knie heb je pijn. En als je erop staat, dan doet het pijn. En rust je een tijdje, dan zakt de pijn weer. Dan loop je de trap op, dan komt de pijn weer terug. Een duidelijke verband, oorzaak en gevolg. Bij fibromyalgie kan het zijn dat je gewoon helemaal niks doet en heel veel pijn hebt. En vervolgens heb je een dag waarbij je lekker een wandeling gaat maken met je beste vriendin. Een hele leuke tijd hebt en zonnetje schijnt. En dan heb je nergens last van. En het komt en het gaat. En het heeft heel veel te maken met je emoties. Van hoe ben je zelf bezig met je pijn? Ben je bang voor de pijn? Maak je je zorgen over de pijn? Dat heeft ook een heleboel invloed op wat je voelt. Dus het is een ziekte die, of een aandoening eigenlijk, die heel veel voorkomt, toch wel. Op dit moment zijn er ongeveer 350.000 mensen in Nederland die er last van hebben. Wauw. Maar die eigenlijk ook niet begrepen wordt. Want als je zegt, ja, ik ben gewoon ontzettend moe. Want ik doe ook heel vaak, ja, ik ben ook zo moe. Weet je, ja. Ik heb één nacht slecht geslapen. Ja, ik ben ook heel erg moe. Dan denk je, je hebt geen idee hoe dat voelt. Nee, dat is... Ja. Dus het is vaak onbegrepen, omdat het duurt maar. Er is geen perspectief in de zin van, je hebt iets en dat herstel duurt 6 maanden. En dan gaat het wel weer. Dit is continu. Dus op een gegeven moment zijn mensen het ook een beetje zat, denk ik, om te horen van, ja, ik kan er niet, want ik ben moe. Ik kan niet komen, want ik ben moe. Of, ja, ik kan dit niet, want ik heb zoveel pijn. Op een gegeven moment haken mensen daar ook op af. Dus je wereldje wordt ook best wel klein. Ja, dat kan me voorstellen. En ook wel inderdaad dat je gewoon, ja, je kan dus geen plannen maken, want je weet niet hoe je je gaat voelen. Eigenlijk staat stil. Ja, dat alles. Zo ervaarde ik het ook. Ervoor ervaarde ik het ook al wel. Je wereld wordt heel klein. En je leeft in een soort van bubbel. Geen plezierige bubbel. En ik had heel erg het gevoel dat ik gewoon aan de zijlijn stond. Van mijn eigen leven, weet je. Ik had grote plannen. Ja. Ik wilde gewoon dingen doen. En daar is gewoon niks van terechtgekomen. Dus je moet ook... Ja, afscheid nemen van jezelf, van degene die je dacht dat je was. En jezelf op een bepaalde manier accepteren zoals je op dat moment bent. En dat is gewoon heel erg moeilijk, zeker als je jong bent natuurlijk. Ja, 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 je hebt net die studie, je zit in die studie, je gaat naar die studie, je wil bepaalde dingen daarmee gaan doen. En dan kan je eigenlijk niks. Dus wat gaaf dat je het geheim hebt gevonden. Ja. En dus ja, ook zeker. Logisch. Nee, maar dan snap ik je... Ik bedoel, dat is even los van... Maar dan snap ik je enthousiasme ook over... van waarom je wil dat meer mensen dit weten. En kijk, de reguliere geneeskunde... Ja, weet je, je ziet soms wel eens dat ze een beetje... dat ze een beetje gaan flirten met andere kijk op dingen. Dat merk ik bij mezelf heel erg. Mijn arts wel toch wel best heel geboeid voor... is dat ik af en toe zeg van... Oh ja, maar die resultaten zijn zo goed omdat ik Wim Hof doe.
dat ik in ijsbaden lig en zo. Wat? Oh, ijsbaden? Vertel. En dan dat ze toch wel zoiets hebben van, oh, er zijn ook nog wel meerdere wegen naar Rome. En dat dan dus blijkt van, hé, ja. Maar het is een hele zoektocht om te vinden dat die manier die voor jou werkt. En wat je zegt van met basic dingen als voeding en gewoon een beetje beter stilstaan bij je gevoel en bij hoe je, nou ja, wat meer in het nu zijn, kan natuurlijk heel veel dingen oplossen. Dus ja, zo simpel kan het zijn, maar het is tegelijkertijd blijkbaar niet zo makkelijk, want anders zouden ze het wel doen. Het is heel simpel, maar niet makkelijk. Nee, het is, want je had het eerder ook al over gedragspatronen. Je houdt het zelf ook een bepaalde manier in stand. Weet je, voor mezelf, toen ik heel klein was, is er gewoon een heleboel gebeurd, waardoor ik bepaalde overlevingsmechanismes heb ontwikkeld. Waardoor ik heel erg aanpassingsgedrag had, heel erg people pleasen, geen ruimte durven innemen, weet je, ben ik wel goed genoeg, dat soort dingen. Op dat moment helpt het je heel erg om je staande te houden, maar op een gegeven moment, weet je wel, werkt het niet meer. En dat aanpassingsgedrag, dat is bij mij in mijn jeugd, doordat wij heel vaak zijn verhuisd en ik heel vaak naar een andere school moest. Want mijn vader die werkte voor een bedrijf en we konden op een gegeven moment voor een aantal jaar naar Brazilië. En dat was heel erg tof. Maar dat betekende voor mij wel dat continu mijn aanpassingsgedrag weer werd geactiveerd. Want ik moest me weer aanpassen aan een nieuwe situatie, een andere taal. Toen moest ik naar een andere school toe. En toen weer naar een andere school toe en weer verhuizen. En toen eigenlijk hals over kop, door bepaalde omstandigheden, hals over kop terug naar Nederland. Naar weer een andere school en weer een ander adres. En dus eigenlijk is dat continu, bleef dat geactiveerd. Waardoor het, ja, ik heb ook nooit eigenlijk de mogelijkheid gehad om dat aan te pakken. Weet je, het zakte nooit weg. En in Nederland ook weer een paar keer verhuisd. Weet je, toen na de middelbare school ook weer naar het buitenland en weer terug. En het was altijd een, want verhuizen of weggaan was op een gegeven moment zodanig een soort houvast voor mij, dat het echt continu, om de zoveel jaar verhuisde ik weer, weet je. En als iets niet ging in een relatie of zo, ja, dan ging ik weer verder. En dus ik had nooit ergens wortels en nooit de mogelijkheid om dat te gaan herkennen als vluchtgedrag. Ik dacht, nou, ik vind dat gewoon, ik kan het heel makkelijk, weet je. Ik pak gewoon mijn tas en ik stap op en ik ga ergens anders heen. En het maakt me niet uit of het de volgende straat is of twee landen verderop, bij wijze van spreken, of de andere kant van de wereld. Ja, want dat was waarschijnlijk je comfortzone. Die permanente, eigenlijk toch een soort, ja, het is toch stress. Maar het is wel, ik vind het wel interessant, want je wordt eigenlijk dus gewoon ook teruggefloten, hè? Dan word je dus gewoon gedwongen om pas op de plaats en moet je in één keer met je kont gewoon op de bank blijven zitten. Letterlijk en figuurlijk teruggefloten worden van, nou, niks verhuizen, ga je maar zitten en doen. Je kan gewoon lekker niks, je bent gewoon lekker moe. En, maar het punt is, kijk, op het moment dat steeds erger wordt, die klachten en die pijnklachten erbij komen, je bent gewend om door te gaan. Je hebt ook geleerd van niet klagen, maar dragen. Dus je wordt heel goed ook in het negeren van de pijn en de vermoeidheid. En weet je wel, nou, ik ga nog wel even door. En dit kan er ook nog wel even bij. En ik moet me niet aanstellen, want die heeft het veel erger. Weet je, dat hoort er ook allemaal bij. Omdat je jezelf gewoon, dat ik ben niet goed genoeg, dat zit ook heel diep. Ja. Maar het is altijd op een manier, een soort van verstopt. Weet je, dat je graag iets doet voor een ander. En daar is natuurlijk niks mis mee. Maar op het moment dat het continu ten koste van jezelf gaat, dan wel. Maar het is altijd op zo'n manier verstopt. Weet je wel, van nou, even een beetje extra je best doen. Even iets voor een ander doen. Ik doe het nog even dit en dan ga ik rusten. Maar dan komt er weer wat anders en dan kan je weer niet rusten. En dat wordt ook een patroon. Ja. Als maar doorgaan en jezelf negeren. En op een gegeven moment weet je lichaam geen enkele andere manier meer om je aandacht te trekken dan pijn. Ja. En op het moment dat je pijn krijgt en je dan rust, dan gaat je brein ook denken van, hé, dit werkt. Weet je, de pijn bij fibromyalgie heeft geen lichamelijke oorzaak.
Het komt echt doordat je brein overprikkeld is, zodanig overprikkeld dat gewone prikkels als pijn worden geregistreerd. Of dat je brein krijgt niet meer het gevoel ik ben veilig. Want door dat aanpassingsgedrag en continu dat verhuizen, weet je brein is continu op zoek naar gevaarlijke dingen. Gevaar wat er eigenlijk helemaal niet is. Dus je hebt continu een heel onrustig gevoel. Dat onrustige gevoel triggert ook weer dat aanpassingsgedrag. Want oh jee, weet je wel, ik moet liefgevonden worden. Dat triggert ook weer dat je heel snel dat gevoel hebt van, oh, het werkt toch niet, dus ik ga maar weer weg. En zo hou je die cyclus helemaal zelf in stand. En dat is, tot je op een gegeven moment echt op een punt komt dat je gewoon een burn-out krijgt. En er bovenop. En echt gewoon niks anders meer kan. Ja. Ja, ja. En, maar goed, ja, dat is inderdaad een beetje hoe dat gaat. En ik denk dat best wel veel mensen zich hierin kunnen herkennen op een manier. Hè? Mm-hmm. Natuurlijk niet iedereen heeft die ziekte, maar wel het hele gevoel van, niet goed genoeg zijn. En inderdaad gewoon maar in die red race door blijven gaan. Terwijl je eigenlijk wel allerlei kleine signaaltjes al zijn van, joe. Ja. Nou, wat fijn dat je er in ieder geval nu mee om kan gaan. En dat je dat dus ook bevrijd heeft van... Het is ongelooflijk eigenlijk, hè? Want een power we in ons hebben. Wat zo'n rijkdom is dat? Ja, want dat haakjes. Is het toch. Ja, dat is over rijkdom gesproken, weet je. Het is... een heleboel mensen zeggen ook van... Oh, wat erg voor je dat je dat had. En natuurlijk, het is absoluut niet leuk, hoor. Nee. Maar doordat ik dat had, heb ik wel zoveel over mezelf geleerd. En... Je leert ook heel erg relativeren, weet je. En nu ben ik, nu dat ik weer een heleboel dingen gewoon kan. En wel naar mijn lichaam kan luisteren. En wel een heleboel dingen kan doen. Dat is voor mij zo'n rijkdom, weet je. Gewoon de dankbaarheid die je kan voelen. En het waarderen van gewoon de hele simpele dingen. Van lekker een lange wandeling maken. En natuurlijk heb ik dan spierpijn. Maar gewoon spierpijn zoals het hoort, weet je wel. Ja. En dat is zo, zo onwijs fijn. En... ik ben ook zo lang op zoek geweest naar wat kan ik nou doen gewoon qua werk, weet je? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat is mijn doel? En daar ben ik nu ook wel achter, want ik weet van mensen... Ik was altijd wel zover van, ik wilde mensen helpen. Hoe, dat wist ik dan niet. Dus ik heb het op verschillende manieren geprobeerd, dat met als massagetherapeut... maar ja, dat was door die fibromyalgie ging dat ook heel moeilijk, want ik had zelf gewoon veel te veel last van mijn lijf. Toen ben ik meer met voeding bezig gaan houden. En door alle dingen die ik las over voeding en de opleiding die ik heb gedaan, kwam ik achter dat, weet je, hoe plantaardiger en hoe meer onbewerkt je eet, hoe beter dat is voor je lichaam. En ik merkte ook, naarmate ik gewoon meer... dierlijke producten liet staan, des te minder pijn ik had. Dus ik eet gewoon plantaardig nu. En dat was al een groot deel van de klachten, kon ik daarmee alleen al verhelpen. Gewoon puur door je eten te veranderen. Weet je? Dat is echt bizar, hè? Ongelooflijk, dus echt bizar. En dus daar ben ik me toen op gaan richten van, met voeding kan ik gewoon een heleboel voor mensen betekenen. En daarna kreeg ik. Ik zat toen in een baan waar ik echt niet gelukkig van werd. Ik werkte in de klantenservice en ik had hele lieve collega's, hartstikke leuk bedrijf, maar ik werd er gewoon heel diep ongelukkig van. En natuurlijk, als je al overprikkeld bent, telefonische klantenservice, weet je, is continu telefoon, dat is zo slecht voor je. En toen kreeg ik een tweede burn-out. En toen was ik inmiddels verhuisd, weer. En ergens terecht in Groningen terechtgekomen en bij een hele leuke huisarts die ook niet geloofde in het etiket fibromyalgie. Maar er is gewoon echt iets, weet je wel, iets aan de hand wat niet lichamelijk te meten is. En zij was bezig met een aantal onderzoeken te volgen. Die gingen over centrale sensitisatie, dus over de overprikkeling van je brein en van je zenuwstelsel. Toen ik bij haar kwam met die burn-out, zei ze van, weet je, ik was hier al aan het kijken voor je fibromyalgie. Nou, met die burn-out erbij, we gaan dit gewoon doen. Dus ik ben naar zo'n centrum gegaan. En daar hebben ze me uitgelegd hoe dat pijn werkt in je hersenen. Hoe dat zit met die overprikkeling.
En met je gedragspatronen die dat zelf in stand houden. En toen ben ik daar heel veel meer over gaan lezen en seminars volgen en weet ik wat allemaal. En, maar eigenlijk binnen een aantal weken dat ik daarmee bezig was met echt die... Ik wist wel dat ik die gedragspatronen had. Maar hoe dat het dan echt werkte, hoe dat dan echt in verband stond met fibromyalgie, dat had ik niet... die link had ik nog niet gelegd. Dus ik wist wel dat het met elkaar te maken had, maar hoe dan? Toen ik dat had, toen dat kwartje viel, toen had ik echt binnen een aantal weken dat ik in één keer merkte van ik heb die fibromyalgieklachten niet meer. Ik was me wel heel erg moe, omdat je natuurlijk zoveel spanning in je en stress in je lijf hebt, dat ik echt allemaal aan het loslaten was. Maar ik merkte een heel duidelijk verschil in hoe ik me voelde. Nog steeds moe. Maar anders moe. Weet je, ik sliep ook veel beter. En ik had dat gejaagde niet meer. Dat continu, dat stressvolle. Dat alles kwam tot rust. Weet je, en dat was voor mij dat laatste puzzelstukje. En toen viel alles in elkaar. De voeding, wat dat doet. De mindfulness. En gewoon de kennis die je hebt over hoe dat je hersenen werken. Dat is... wat ik nu doe. Weet je, dat pakketje is wat voor mij de sleutel was om beter te worden. Ja, en daar coach je mensen mee? Ja, klopt. Cool. Ik heb sinds vorig jaar heb ik nou een eigen praktijk. En daar begeleid ik mensen inderdaad in die fibromyalgie hebben. En dus met die drie dingen. En sommige mensen zijn al wel bezig met mindfulness. Nog niet met voeding. Anderen zijn wel met voeding bezig. Nog niet met mindfulness. Anderen doen van alles al wel een beetje. Weet je. Maar ik zorg ervoor. Ik ben de stok achter de deur. Dat je ook daadwerkelijk dingen doet. Ik help met het aanpassen van je voeding. Zorg dat je alle voedingsstoffen bezig. Dat je je lichaam ook weer herstelt. Want weet je voeding wat je in je lijf stopt. In je darmen. Weet je. Je darmflora. De bacteriën daar, die zijn zo belangrijk voor je immuunsysteem, wat natuurlijk altijd onder druk staat als je chronische stress hebt. Dus de voeding is meer dan alleen waar je energie uit haalt. Het is de basis voor je immuunsysteem, je darmflora, voor zoveel hormonen, zoveel systemen in je lichaam die ervan afhankelijk zijn. Ja. Mooi. Hey, Alice, deze podcast gaat over rijkdom in de brede zin van het woord. Nou, jij noemt dan net al jouw rijkdomsgevoel. Maar het gaat ook over geld. En want rijkdom, rijkdom is ook geld. En wat heb jij van huis uit meegekregen over geld? Want je vertelt net dat verhaal van je jeugd, dat je heel veel verhuisd bent en al die dingen. Maar wat heb je ook een overtuiging over geld meegekregen vroeger? Ja, dat is ook wel iets waar ik me pas sinds kort heel erg van bewust ben. En dat is dat mijn grootouders hadden het niet breed. Het was gewoon een arbeidersgezin. Daar is mijn moeder ook in opgegroeid. En ik ben ook wel heel erg opgevoed met... je moet altijd heel zuinig zijn. Je moet altijd heel erg... je moet goed kunnen sparen. Je moet goed nadenken over wat je met je geld doet. Dus wel altijd het en mijn ouders verdienden niet slecht. Weet je, mijn vader had een goede baan. We konden op vakantie. Ze hadden eigen huis. Mijn moeder werkte erbij. Gewoon puur voor de leuke dingen. Maar het was wel altijd beknibbelen op... Of tenminste, beknibbelen klinkt misschien negatief. Maar zo goedkoop mogelijk de boodschappen doen. En... geen nieuwe auto, we kopen een tweedehands. Of een derdehands of een vierdehands. Weet je, een oude auto. Dus het was wel altijd zuinig zijn. Voorzichtig zijn. Er was niet echt een tekort. Maar wat je had, moest je heel voorzichtig mee zijn. En altijd hard werken. En neem jij daar nog iets van mee in het nu? Als je nu geld hebt, waar geef je het dan graag aan uit? Geef je het uit? Of ben je heel voorzichtig? Ik probeer er nu wat makkelijker mee om te gaan. Omdat, weet je, mijn financiële situatie is nooit echt rooskleurig geweest. Omdat ik al die jaren weinig...
ik heb nooit echt een carrière kunnen bouwen door die fibromyalgie. Dus ik heb altijd baantjes gehad eigenlijk waarbij ik zo min mogelijk uur, waarbij ik gewoon niet fulltime hoefde te werken. Dus ik heb ook nooit echt, ja, ook weet je, doordat ik gewoon weinig uren kon werken, ben je vaak beperkt in wat je in je carrière kan doen. Dus dat, ik heb nooit echt een buffer gehad financieel. Dus daar komt, weet je, en wat je dan geleerd hebt over, nee, maar je moet sparen, je moet voorzichtig zijn, dat wordt dan nog extra versterkt, omdat je al zo weinig hebt. En het is nu nog steeds vergeleken met sommige mensen wat overvloedig, maar ik merk gewoon dat ik er anders naar kijk nu. Het mag voor mij meer stromen wat er inkomt. Weet je, er gaat ook inderdaad een gedeelte naar de spaarrekening, maar met een duidelijk doel. Weet je, want we gaan dat daar dan uitgeven. En er is een gedeelte inderdaad wat je opzij zet voor later. Maar ik wil het, weet je, we geven het ook graag uit aan goed eten. En ik ben niet van dat oppotten. Niet meer. Weet je, het mag voor mij echt. Je hebt er hard voor gewerkt. Je hebt een leuke baan, weet je. En ik geef het dan graag uit aan ergens lekker eten. Boeken natuurlijk. Daar hou ik heel erg veel van. Maar vooral wat ik leuk vind zijn herinneringen maken. Dus ergens naartoe gaan. Of weet je, een dagje uit met een vriendin. Of een dagje naar de sauna. Of naar een theater. Of dat soort dingen. Weet je, belevenissen, herinneringen. Dat vind ik. Ik vind dat belangrijker dan veel dingen kopen. Of veel kleding kopen of zo. Dat doe ik ook niet. Ik ben echt van herinneringen maken. Ja. Ja. Tof. En stel nou dat je nog maar één tientje zou hebben. Wat zou je daarmee doen? Met je laatste tientje? Je laatste tientje? Ja, een boek komt toch weer naar boven. Dat vind ik... Ik vind dat... ik denk dat als ik het aan mezelf mag besteden, dan zou dat inderdaad een boek zijn. Ja. Jij mag dat helemaal zelf weten. Ja. En als je een tientje op straat vindt, dan ga je ook een boek voor kopen. Ja. En als geld geen enkele rol zou spelen. Stel nou, gewoon, je hebt zo'n kraan zo en doe je zo floep. En dan kom je gewoon oneindig veel geld uit. Gewoon, het is gewoon het plots tegen de plint op. Ja. Hoe zou jouw leven dan uitzien? Qua werk zou ik niks anders willen doen. Dus dat zou hetzelfde blijven. Ik wil nog steeds mensen helpen om hun fibromyalgie de baas te worden. Maar ik zou hier in Nederland, ik denk ook hier in het noorden, want ik nu dat ik in Groningen woon een aantal jaar, ik hou er wel van. Maar ik zou dan een eigen huis hebben in Nederland. Een klein huisje, hoeft niet gewoon een klein huisje. Mijn partner komt uit Nieuw-Zeeland, dus daar zou ik ook een huisje hebben. En een vakantiehuisje, zo'n houten hut in Noorwegen of Zweden. Oh, ik zat te denken, ja, jij hebt iets met Zweden, dat kan ik me nog herinneren, ja. Ja, Noorwegen. Noorwegen, Noorwegen, ja. Noorwegen, ja. Ja. Ja, daar heb ik een aantal jaar gewoond. En dat is ook mijn droom, daar zo'n vakantiehuisje te hebben. En dan wil ik gewoon mijn tijd, weet je, familie hier, familie daar. En vakantie in Noorwegen. Ja, zo zou ik het dan... dat zou ik doen. Ja. 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 Dus, vooral dus in... Ik vind het wel grappig, want je bent gewend om heel veel te verhuizen. En dan vraag van, wat zou je doen als je heel veel geld hebt? Heel veel huizen kopen. Ja, dan hoef je nooit te verhuizen, weet je. Nee, ik snap je helemaal. Zo definitief. Maar ik zou gewoon... We zouden gewoon meer tijd... Weet je, hebt familie aan de andere kant van de wereld. Letterlijk aan de andere kant van de wereld, weet je. Dus we zijn er één keer heen gevlogen. Dat is belachelijk. Je zit gewoon echt 1 keer 7 uur en 1 keer 17 uur in een vliegtuig. En, maar dat je gewoon makkelijker erheen zou kunnen. Weet je, en dan gewoon wat langer blijven. En ja, dat lijkt me heerlijk. Dat je niet die keuze hoeft te maken van alles of niets. Dat is voor mij ook rijkdom. Weet je, dat we hier niks op hoeven te geven qua familie. Want hij heeft hier ook een dochter.
Weet je, nou is mijn familie gewoon die hier zit. Maar daar hebben we ook natuurlijk mijn schoonouders. Hij heeft nog een broer, een vrouw, een schoonzus en een dochtertje. Dus ja, weet je, dat je de keuze niet hoeft te maken. Dat is ook rijkdom, denk je. Dat je niet meer hoeft te kiezen tussen waar zijn we en wat, dat. Nou ja, en dat je een eigen echt een plek hebt waar je heen kan gaan. Hè? Dus dat niet zomaar iets is van, maar dat het echt je eigen plek is. Ik kan me voorstellen dat er ook lekker maakt. Maar de vraag over wat maakt jou rijk, ja, die heb je eigenlijk al best wel beantwoord. Maar misschien heb je er nog iets aan toe te voegen. Ik zeg van nou, dit is wel mijn ultieme... Vrijheid. Ja, gewoon inderdaad de vrijheid om zelf keuzes te kunnen maken. En ik ervaar dat nu natuurlijk heel erg in mijn werk. Dat je zelf die vrijheid hebt, niet meer in loondienst. Dat je zelf dingen kan bepalen wat je doet. Weet je, als je zin hebt in een leuke podcast, dan doe je dat. dat soort dingen. Ja. Dat vind ik echt ultieme vrijheid. En dan natuurlijk heb je nog steeds dingen die je moet doen. Maar het is je eigen keuze en voelt toch anders. Maar rijkdom is voor mij echt vrijheid. En inderdaad, vrijheid omdat je gezond bent, is er ook zeker een van. Ja. Ja, dat snap ik ook. En ik vind het altijd heel leuk om met mensen hun goud te zoeken. En het goud is in mijn ogen alles wat je tot dusver hebt verzameld. Hè? Dus dat is je talent, je kennis, je levenservaring, alle inzichten die je hebt opgedaan. Eigenlijk alle shit die je hebt meegemaakt, maar waar je lessen uit hebt geleerd. Dus dat is heel veel. En dat is altijd zo'n toolbox waarvan ik denk van, daar kan je allemaal leuke dingetjes uitpakken. En daar kan je dan de wereld mee verrijken. Zo zie ik dat. En wat denk jij dat jouw grootste goud is? Los van wat je net al verteld hebt over die kennis natuurlijk die je hebt. Maar verder? Ja, die kennis is natuurlijk één ding. Maar wat ik zelf mijn grootste goud vind, wat ik van de mensen krijg te horen die mij echt goed kennen, is dat ik kan heel goed luisteren. En ik hoor wat je zegt, maar ik hoor ook wat er achter ligt. En dat is heel handig met mijn klanten, omdat ze natuurlijk heel gewend zijn om een bepaalde versie van zichzelf te laten zien. Om maar niet de shit te laten zien, maar ik prik daar gewoon echt heel erg snel doorheen. Ik zie mensen echt. Weet je, ik zie voorbij de maskers. En dat vind ik mijn goud. Luisteren en het echte verhaal zien erachter. Ja, en dat kan niet iedereen. Nee. Ik heb soms gesprekken met mensen en dan zeg ik binnen anderhalve minuut van ja, maar dit speelt er bij jou. Nee, dat is niet het geval. En dan gaan we verder met het gesprek en dan kom ik binnen enkele minuten van ja, maar kijk wat je nu zegt, weet je. En wat ik net zei dat het speelde, dat, maar. En dan gaan we weer verder. En welke bochten ze zich ook wringen, uiteindelijk komt het altijd neer op wat ik eigenlijk in het begin al zie van dit is wat er aan de hand is. En dat, ik vind dat heel mooi om te zien dat ik die lagen af kan pellen. En want door dat snel te zien, kan je snel tot de kern van het probleem komen. En dus ook beginnen met de opbouw, met de oplossing. Ja, dat is zo. Ja. Je kan jarenlang zoeken. Maar het is heel fijn als iemand het gewoon... Nou ja, en dat komt natuurlijk ook door wat je zelf meegemaakt hebt. Ik bedoel, jij herkent het natuurlijk ook veel dingen waarschijnlijk. Dus dat vind ik ook altijd het voordeel van werken met iemand die ervaringsdeskundige is. Kijk, je kan alles uit boeken hebben, maar dan heb je toch niet die herkenning. Want je hoort gewoon die verhaaltjes die mensen vertellen over dingen. Die herken je omdat je ze zelf waarschijnlijk vroeger ook ooit wel eens gebruikt hebt. Of weet je wel, de smoesjes, de dingetjes. En soms ga je ook gewoon echt in zo'n verhaal geloven. En het is heel fijn als er iemand komt die even een spiegeltje houdt. Van, joe, hallo, zie je wat hier gebeurt? Ja, dus, precies dat. Ja. Nice, mooi goud. Dat is precies wat er aan de hand is. Ja, dat is ook fijn. Dat je houdt mij wat dat betreft niet snel voor de gek. Je hebt een goede bullshit radar. Zoals dat altijd leuk. Ja.
Hey, en we hadden het al eventjes over boeken waar jij heel veel van houdt. Mm-hmm. En ik vroeg me af, ja, dat is bijna, ik denk dat dat onmogelijk is voor jou om te kiezen. Maar wat zou jouw favoriete boek zijn en waarom is dat dan jouw favoriete boek? Ja, ik vind dat net zo'n vraag als wie is je favoriete kind, als je er meerdere hebt. Ja. Oké. <Okay. Ja. laughs> Is er een boek wat voor jou bijvoorbeeld verschil heeft gemaakt? Van wat je gelezen hebt dat je dacht, wow, mind blowing. Ja, het is... ik denk als ik echt terugdenk aan het eerste boek wat voor mij ook spiritueel gezien echt een eye-opener was, dan is dat denk ik toch De Alchemist van Paulo Coelho. En ik heb daarna echt de hele bibliotheek leeg gelezen wat hem betreft. Dat was voor mij echt een eye-opener. Ook omdat dat gewoon dat gegeven van je hebt een pad te volgen. En je kan op allerlei manieren kan je afwijken van dat pad. Maar dan zal er ook altijd weer iets gebeuren wat je terugbrengt op dat pad. En op een gegeven moment, toen ik het boek herlas. Ik heb het voor het eerst gelezen, toen was ik begin 20. En vond ik het heel mooi en het kwam ook echt heel erg binnen. Maar toen ik het herlas, toen jaren verder en wijzer en meer levenservaring, dat je terugkijkt. Je denkt, oh ja, volgens mij begin ik een pad te zien. Weet je? En dat je dan daarop verder kunt gaan. Dus dat je minder last gaat krijgen van de afleidingen. En dat je je pad gaat ontdekken. Van wat is dat dan? Weet je, en voor mij was dat, ik zag dat het voeding was, maar ik snapte nog niet precies op welke kok worden of weet je wel, een foodtruck beginnen, wat moest ik doen. Maar gaandeweg kwam er ook steeds meer dat ik wil zorgen voor, dat zorgzame heb ik altijd al gehad, het zorgen voor mensen, het mensen helpen. En uiteindelijk is dat dus inderdaad in de vorm van een plantaardig voedingsdeskundige geworden. En toen ik daar eenmaal mee begonnen was, toen dat mindfulness erbij, maar dat kwam dat hele mindfulness, dat kwam ook uit doordat ik in dat boek geïnteresseerd ben geraakt in dat wat er altijd al wel zat, maar door het zo zwart op witte papier te zien en toen het zo resoneerde met mij, dat ik daar ook mee verder ben gegaan. Weet je, dus op verschillende manieren heeft dat boek mij heel erg beïnvloed. Ja. Wauw, ja, mij ook. Ik heb het ook gelezen toen ik heel jong was en toen een paar jaar geleden nog eens, heb ik het 3 keer achter elkaar gelezen. En elke keer dat ik het las, kwam er ook weer een nieuwe laag. Dat je elke keer, hoe cool is dat? Dat je een boek kan schrijven waar gewoon, dat je elke keer weer nieuwe dingen ontdekt. Oh, de beauty dat, weet je wel. Ja, en dat je inderdaad, ja, precies. En dat je ook soort achteraf ook, dat zegt Steve Jobs ook zo mooi. Hè? Dat je alleen maar terugkijkend de dots kan connecten. Ja. En dat je dan pas snapt, oh, dit is het pad wat ik gelopen heb. En dit is gebeurd daar en daarom. Toen heb ik die ontmoet en toen is er dat gebeurd. En daardoor is het nu zo. Hè, zoals je dat dan... Wij kennen dat natuurlijk van onze studie van de filmvakken. The hero's journey, hè? De held van het verhaal. Dat je zelf je eigen held bent in je eigen verhaal. En dat je dus onderweg natuurlijk al die draken en die beren en die dalen en die bergen tegenkomt. En dat je dus ook die helper meekrijgt, die wijze Gandalf, die tegen jou zegt van, dat is het pad. Ja. En dat je, weet je wel, ik bedoel, Alice in Wonderland, het maakt niet uit welk verhaal je pakt, dat er altijd je helpers en je draken en demonen op dat pad zijn. En dat jij moet kijken van, wie loopt er een stukje met mij mee op dat pad? En van wie ga ik hulp aanvaarden? En waar ga ik zelf mijn hulp geven aan iemand anders die ook een pad bewandelt? En dat dan zo allemaal naast elkaar. En dat is natuurlijk wel heel leuk aan... dat is natuurlijk het leuke aan ons vak. Dat zeg maar dat coach zijn. Dat mensen begeleiden bij dit soort dingen. Dat wij ook mee mogen lopen bij iemand anders natuurlijk op zo'n pad. Ja, en dat is zo gaaf. Ja. Dat is heel erg mooi. Ja. Mensen de inzichten komen, weet je, dat is heel mooi. Wat ook uit het boek kwam, dat de mensen op je pad komen met een reden, dat of zij jou iets moeten leren, of jij hen. Weet je, en als je dat ook in je achterhoofd houdt, dan sommige ontmoetingen die gewoon, of vriendschappen of relaties die gewoon zo niet goed voor je waren, maar dat je achteraf kijkt, ja, maar ik heb daar uiteindelijk zoveel van geleerd. Weet je, het heeft altijd wel je kan er altijd wel iets uit halen. Ja,
Ja, dat vind ik ook altijd wel interessant om te kijken van nou, en wat is dat dan? Wat moet ik nou uit deze situatie, ja, wat moet ik daar nou weer uit? En soms weet je niet meteen het antwoord inderdaad. En dan komt later valt pas dat kwartje en dan denk je van, ja, oh verrek, oh dat was daarom. Je denkt van ja, waarom, ja, moet ik nou jarenlang me zo moe voelen? Ja, blijkbaar had je tijd nodig om na te denken over hoe het anders moest. En toen op ja, of dat dan het juiste moment is. Ja, je kan dan denken van, oh, het heeft super lang geduurd. Maar aan de kant, ja, het duurt zo lang als het duurt. Dat is ook weer gewoon, ja, zo. Dus ja. Ja, en het je moet op een bepaald punt komen. Weet je, dat... Ja. Maar ook, ja, weet je, als ik niet verhuisd was naar Groningen en niet die ene huisarts had gehad, had genomen. En weet je, niet, dat is niet een huisarts die verder wilde denken dan het etiket en zich bezig hield ermee. En dan was ik uiteindelijk ook nooit bij dat laatste puzzelstukje gekomen. Ja, om, nou ja, bezig te worden, weet je. Dus het heeft, alles valt in elkaar op een gegeven moment. Als je erop of via, had je er via een andere weg misschien wel gekomen, maar dan had het misschien langer geduurd of dan... Nou ja, je weet dat nooit, ja, natuurlijk. Ja. Maar het is wel een beetje... Ik snap wel dat gevoel dat je dan denkt van... Ja, weet je, dit... En het is ook leuk. Het is ook interessant dat het om een reden gebeurt. En het is ook... Ik vind het ook inspirerend. En over inspiratie gesproken. Heb jij iemand die jouw voorbeeld is? Dat mag in een privé sfeer zijn. Maar bijvoorbeeld mag ook een ondernemer zijn. Of weet ik veel. Of een beroemd iemand waarvan je zegt van... Nou, die bewonder ik. Ja, dat vind ik een hele... Hele moeilijke vraag. Qua voeding, tenminste iemand die mij echt op voeding heel veel heeft geleerd. Ik heb hem helaas nooit zelf persoonlijk ontmoet nog. Misschien komt dat nog, hopelijk. Maar dat is Michael Greger. En hij heeft een website waarop hij... alle onderzoeken die worden gedaan naar voeding, dus hoe dat van kruiden, specerijen, van bloemkool tot avocado en zuurkool en weer terug. Wat voor, op welke manier dat goed voor je is of niet goed voor je is. Of hoe dat je uit voeding het beste voor jezelf kan halen. En dat doet hij helemaal non-profit. Alles kon je gewoon op zijn website halen, bekijken en... hoe dat hij die boodschap uitdraagt op wetenschappelijk, maar heel toegankelijk en met onwijs veel humor. Weet je, dat hij dat is, wat dat betreft is dat wel een inspiratie voor mij. Ja, ja. Gewoon op zo'n, zoveel, met zoveel energie, echt onvermoeibaar lijkt die man. Je boodschap uitdragen, weet je wel. En je inzetten voor de gezondheid van mensen. Dat is, ja, dat vind ik heel bijzonder. Ja, en ook dus, ja, super informatief als ik het zo hoor. Ja, dus leuk, absoluut. Als je de link inderdaad wilt delen. Dan kunnen we hem straks in de show notes, ja, zetten. Als je jou echt zou kennen. Mm-hmm. Dan zou je weten dat... Puntje, puntje, puntje. Dan zou je weten dat ik... Dat ik behoorlijk introvert ben en ook hoogsensitief. Dus ik vind het heel erg leuk. Zeker als ik over mijn passie praat en voeding, dan kan ik echt wel 100 uit praten. Maar ik ben wel iemand die ook heel erg. Niet de eenzaamheid vind ik. In het Engels heb je solitude. Weet je, mm-hmm, dat? Dus eenzaamheid, maar op een fijne manier. Even alleen zijn en opladen. Dat heb ik echt, echt nodig. En ja, dat het HSP-gedeelte. Ik, de meeste mensen hebben echt een muurtje om zich heen. Dat zich beschermt van andermans emoties. Nou, ik heb nog niet eens een drempel, weet je wel. Bij komt alles binnen. Dus dat als ik een kamer binnenloop, dan weet ik ook precies hoe iedereen zich voelt. En dat is... Soms handig en soms minder handig. Maar dat kan ook wel sommige dingen, hoe dat ik me gedraag, beïnvloeden. Weet je, dat als iemand heel erg druk is, dan word ik moe. Die persoon niet, maar ik wel. Dus dat is, ja, dat is wel een feitje van mij. Ja, ja, dus dat is nog wel wat leuks te leren. Ik heb een noise cancelling headphone. Dat is echt briljant. Ik kan je echt waar. Dat is, ja, echt mijn redding.
Ja, dat als, anders zou ik echt gek mijn lijstje in. Ja, precies. Nou, dat, ja. Ik liep laatst in de stad zonder. En toen dacht ik echt, wat een herrie! Ja, ik woon ook in zo'n buurt met... en dat merkte ik heel erg toen corona begon. Want ik... wij zaten dus thuis in één keer. En gelukkig veel in de tuin. En dan zit je lekker in de tuin. En ik was toen ook net met een andere baan begonnen. Ook via telefonische, als telefonisch adviseur bij een verzekeringsmaatschappij. Dus dan zit je ook continu in een nieuwe baan met allerlei nieuwe dingen. Dus ik was ook volledig overprikkeld op dat moment. En nu weer even in de tuin zitten. En ik weet niet waarom, maar iedereen dacht corona, we gaan collectief gelijk aan ons huis beginnen. Weet je, dus het was continu elektrische schuurmachines, zagen, boomhakselaars. Weet je, het was altijd boer, het was altijd wel iets. En ik dacht, gek werd werkelijk waar. Ik kan nergens heen. Joh. Maar we zaten heel vaak binnen. Ja. Dus ja, noise cancelling, oortelefoon, absoluut. Ja. Ja, voor president, uitvinding. Echt waar. Ja, sommige mensen kunnen een witte cirkel om zich heen manifesteren. Ja, dat werkt. Nou ja, soms werkt bij mij. Maar ik moet zeggen dat ik word er steeds beter in. Want ik heb het ook. Ik ben iedereen denkt dat ik super extravert ben. Ik ben mega introvert. Ik kan goed lullen. Ik kan me goed aanpassen als het moet. Maar ik bedoel, introvert en extravert gaat over hoe je je oplaat. Waar krijg je energie van? Nou, ja, ik krijg ook energie van alleen zijn. Doe mij lekker in een hutje op de hei. Zalig. Ja, precies. En af en toe een feestje. Leuk. Maar dan daarna gaan we in dan twee dagen bijkomen. Ja. Ja, toch? Ja, precies. Nee, hartstikke leuk. Absoluut. Ja. Ik ben er helemaal voor. Ja. Maar ja, dat opladen, ja. Zeker. Ja. Het is belangrijk dat je jezelf kent wat dat betreft. Want dan kan je ook gewoon veel beter omgaan met dit. En ik heb best lang vermeden. Ik vond die coronatijd in die zin fantastisch. Ook omdat ik heel veel last had van FOMO. Dus ik heb altijd in Amsterdam dat ik altijd zoveel keuzes die er dan zijn. Van leuke dingen die je allemaal kan doen. Ik hou daar wel van theater en van film en van creatieve dingen waar je allemaal heen kan. En marktjes en weet ik wat allemaal niet. Maar ja, weet je, zondagmiddag, je kan gewoon... Er zijn wel 50 dingen die je kan gaan doen. Of misschien wel 150, dat weet ik niet eens. Maar dan kiezen van wat wil ik dan gaan doen. En toen was het gewoon lekker niks. Toen dacht ik, ik hoef lekker niks te kiezen. Ik kan gewoon thuis blijven. Lekker, I love it. Nou ja, goed. Het was een heel zware tijd voor iedereen. Ik bedoel, laten we dat niet uitvlakken. Maar het is voor introverts was het denk ik in sommige opzichten ook best wel even goed. Ja. Even voelen van, terug naar de basis. Wat vind ik nou eigenlijk? En hoe werk ik? Hè? En iedereen werkt anders. Maar je moet het maar weten. Dus, maar je bent vooral in de keuken herkenbaar geweest. Lekker kokkerellen. Ja. Nou, ja, ik bedoel, de plant-based lifestyle. Ik bedoel, het is natuurlijk best wel... inmiddels hier in Amsterdam struikel je over de vegan toestanden. De restaurantjes zijn echt, dat is niet normaal, het is echt wel veel. Maar het is toch wel best wel een switch die je maakt voor veel mensen. En het is natuurlijk best wel lastig als je altijd zo gedacht hebt, om dan in één keer, weet je wel, vleesvervangers en dingen, dat mensen denken van het moet vervangen worden. Nee, een andere denkwijze. Het is een andere manier van eten inderdaad. Ja. Wat je zegt, wat je net benoemt, dat is inderdaad een fout die heel veel mensen maken. Van als ik mijn vlees laat staan, dan eet ik droge aardappels met wat groenten. Ja. Nee. Ja. Ja. Dat zo werkt het niet inderdaad. Het is een hele andere manier van koken. En die Michael Greger, waar ik het over had, die arts, die heeft een aantal geweldige boeken geschreven. Eentje heet How Not to Die. Geweldige titel. Oh, wat goed. How Not to Die. Dat is inderdaad wel een goede tip, ja. Ja. Het gaat dus over wat voeding met je lichaam doet. Maar hij heeft dus ook kookboeken. Aan de hand van zijn boek heeft hij... En daarna heeft hij How Not to Diet geschreven. Maar daar hoorden dus ook twee kookboeken bij. En die ben ik inderdaad in corona... Toen had ik de eerste gekocht. En er zaten ook weekmenu's in. Dus die hebben we helemaal uitgeprobeerd. Dat was heerlijk. Veel in de keuken gestaan. Ja, lekker. Dat is toch mijn... mijn opplaatplek, merk ik.
voorheen was het voor mij ook best stressen. Want zeker toen, weet je, toen mijn zoon nog jonger was, was het van, weet je, dan zit je veel onder. Je legt jezelf een bepaalde tijdsdruk op, weet je. Van, zo laat moeten we eten. En denk ik achteraf, ja, maar waarom eigenlijk rond die tijd, weet je. Soms, dan had je ook nog sporten 3 keer in de week. Dus dat was altijd lastig. En nu heb ik echt koken, probeer ik zoveel mogelijk ook mindful te doen, weet je, dat het mijn oplaadmomentje is. Een beetje keutelen, een beetje snijden, weet je. En dan, ja, voorzienal kan ik er nog meer mee doen. Ja, dat, ja maar dan, wordt dat het ook, gaat, dan krijg je een hele andere lading, hè? Ja. Sowieso om eten niet eten te noemen, maar voeding. Dat is al een hele interessante natuurlijk, hè? Dat je dus kijkt naar waar voed ik mezelf mee. Is natuurlijk toch iets heel anders dan dat je gewoon, ja, je maag vult. Ja. En ook inderdaad, van welke aandacht geef je aan koken? En wat is dat eigenlijk, dat eetmoment voor de televisie met een bord op schoot? Maak ik me nog wel schuldig aan. Ja, vind ik nou helemaal gewoon heerlijk. Maar gewoon wel het, zeg maar, het koken en wat ga je dan eten? Welke smaakjes? Ik ben heel erg op smaakjes. Ik hou heel veel van kleine hapjes met allemaal verschillende smaakjes. Dus dat ding. Dus als ik dat ga maken, dan vind ik dat heel leuk. Dan kan ik daar heel veel aandacht aan geven. Maar als ik gewoon standaard moet koken, gewoon, weet je wel, oh ja, het is 6 uur, moet iets eten. Dat vind ik helemaal niet interessant. Dus ook moet je ook kijken naar wat voor jou natuurlijk werkt. En ja. Wat weet je, want je. En je moet ergens je inspiratie natuurlijk vandaan halen. Maar dan ook vervolgens kijken van, nou, weet je, bijvoorbeeld inderdaad, welke tijd eet je? Ja. Ja, maar en waarom? Ik heb soms wel zo'n 5 uur, denk ik. Nou, ja. Nu heb ik trek. En ja. Ik moest even hoesten. Op een ander moment denk ik van, ik ga even uitgebreid ontbijten met groenten. En de andere keer denk ik van, ik ontbijt niet. Dus ik doe altijd dat al zo, maar ja, dat hoort niet, hè, want je moet wel zo laat dit. Terwijl ik denk van, ja, wie verzint dat eigenlijk? Doen we zelf. Nee, maar het is juist, weet je, dat is ook weer onderdeel van luisteren naar je lichaam. Ja. Weet je, als jij, soms dan word ik wakker en heb ik gewoon geen honger. Weet je, dan hebben we toevallig iets heel erg vullends gegeten de avond ervoor. En denk ik van, nou, weet je wel, geef mij maar een banaan, dan heb ik voldoende. En andere keer dan maak ik een hele grote smoothiebol met nog van alles erbovenop en in. En denk, dat hou ik wel tot 11 uur en dan moet ik weer wat hebben. En dan daarna gaan we nog lunchen. Het hangt vanaf wat je doet. Maar inderdaad, zoveel mensen die denken van, nou oké, we ontbijten standaard met dit. En we nemen altijd een boterham en kaas mee naar het werk. En weet je, dan komt de vader, de man komt om 5 uur thuis. 4:15 moeten we eten. Ja. Weet je, dat hoor ik ook vaak bij klanten van, ja, maar weet je, het eten moet om 6 uur op tafel staan. Ik denk, ja, maar van wie dan? Ja. Weet je, wie gaat er dood als het om 6:10 is? Ja. 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 En ook van ja, maar het eten maken kost, als ik plantaardig ga koken, kost het zoveel tijd. En ik denk, ja, waarom dan? Wat maak je dan? Weet je, want ik denk, ja, als je aardappels kookt, dat kost ook 20 minuten. Weet je, ik kook niet zo vaak aardappels meer. Vleesbraden, dat vond ik altijd, daar moet je continu bij blijven. Weet je, dat toch enigszins, dat kost ook tijd. Waarom zou plantaardig koken dan zoveel langer duren? Terwijl mijn lievelingsmaaltijd is gewoon een zak overgroenten, weet je. Oké, die oven moet vol verwarmen, maar goed, daar hoef je niet bij te blijven. Dat gebeurt vanzelf. Een zak overgroenten op de plaat en een andere zak overgroenten op de plaat. En wat gnocchi of aardappeltjes erbovenop en dan gaat in die oven. En ja, klaar. Een half uur later komt eruit en ik zit lekker mijn kop thee te drinken op de bank. Ja. Weet je, dan moet ik even een sausje maken, maar dat duurt dan 5 minuten. Dus al met al duurt het misschien 40, 45 minuten, maar de tijd dat je daadwerkelijk iets doet is minder dan 10 minuten. Maar je staat niet in pannen te roeren. Ik moet zeggen, mijn hoofd is nu stuk. Ik baal echt heel erg, want ik ben dus ook inderdaad van, oh, wat voor stukken groente heb ik nog van dit, dat, zo, allemaal in die ovenschaal. Lekker goede olie eroverheen. Ja. En dan hoef ik lekker nergens aan te denken. Want als ik in pannen moet gaan staan roeren, dat vind ik allemaal. Soms heb ik daar zin in. Maar ja, ik ben in mijn eentje, dus ik vind dat altijd dan al best wel veel moeite. Dus ik ben helemaal fan van die oven. Of ik maak gewoon, weet je wel, je kan zulke simpele dingen maken. Maar het is inderdaad, het is absoluut niet meer werk. Maar waar mensen natuurlijk veel, waar denk ik best wel veel stress op zit, is het
het vervangen. Hè? Dus op het van, oh, ik moet een alternatief. Ik moet wel genoeg vitamine binnenkrijgen. Dus dan moet ik dingen gaan maken die ik niet gewend ben om te maken. En dan krijg je een soort van... Het is natuurlijk ook heel erg, wat de boer niet kent, vreet hij niet. Als je niet weet wat bulgur is, ik zeg maar wat, bulgur, of zo, of andere producten, dan is het best wel ingewikkeld. Van, hoe maak ik dat dan klaar? Dan lijkt dat super ingewikkeld. Ja, het lijkt heel ingewikkeld. En ik denk dat mensen het in hun hoofd ook heel veel groter maken dan het daadwerkelijk is. En ik doe het dan echt... Ik pak het ook dat die overgang... Weet je, ze moeten van mij niet allemaal 100% plantaardig gaan. Maar ik probeer ze wel inderdaad door gewoon door informatie te geven. Vertellen waarom ik ze dat aanraad. Weet je, dan gaan ze wel een groot deel over. In ieder geval veel meer groente, veel meer fruit. Maar dat doen we gewoon in kleine stapjes, weet je. We beginnen met het ontbijt. Wat kan je in je ontbijt veranderen? En gewoon simpele dingen ook die je heel makkelijk kan vervangen. En andere dingen die je moet misschien een keer een blender gebruiken, weet je. Nou ja, dan ben je 2 minuten met die blender bezig. Het valt eigenlijk achteraf, valt het ze allemaal heel erg mee. En ik gooi er soms ook aparte recepten niet, maar met ongewone ingrediënten, laat het zo zeggen, weet je wel. En om de rest van de familie mee te verrassen, zou ik maar zeggen. Dus bijvoorbeeld chocolademousse maken met avocados, weet je. Veel kinderen vinden avocados helemaal niks. Maar dat is ik heb een recept en dat is van die echt pure chocolademousse bijna, weet je. En dat is zo lekker. Maar dan eten ze wel een avocado in plaats van eiwitten en room en suiker, weet je. Ze merken het verschil niet. En dat is ook leuk. Dat je uiteindelijk gaandeweg leren ze dan ingrediënten in een heel ander licht te zien. Weet je, ik ben echt een kaaskop. Ik vind kaas verschrikkelijk lekker. Dat was ook het moeilijkste om te laten staan. Maar ik kan nou bijvoorbeeld van cashews kaassaus maken. Wat ook heel simpel is, weet je. En ja, je hebt ingrediënten die je normaal... die de meeste mensen niet in een keukenkastje hebben staan. Maar het zijn ingrediënten die je dan veel vaker gaat gebruiken als je ze eenmaal koopt, weet je. Dus of je nou alleen maar peper en zout koopt, of je koopt wat meer kruiden en wat edelgistvlokken en cashews. Ja, het of je pakt een zakje voor de saus of... je maakt hem helemaal zelf. Dat is voor veel mensen een... het is even een manier van omdenken. Maar als ze het eenmaal doen, dan denken ze... joh, ik hoef die zakjes ook niet meer, want het is ook niet meer lekker. Ja. Dat is ook inderdaad absoluut het ding, is dat je gewoon moet wennen aan van... hey, het is gewoon een andere manier. Ja. Maar als je eenmaal gewend bent daaraan, ja... En het dan kan het net zo boeiend zijn. Weet je? Veel mensen die gooien, ik zou maar zeggen, die willen... We gaan nu plantaardig en vegan eten. Gooien ze alles uit een koelkast. En één keer wordt alles anders. Nou, dat hou je een week anderhalf vol. En dan trek je het niet meer. Het is gewoon te anders in één keer. Maar als je het, weet je... ik doe in 1 week, pak ik dan ontbijt aan. En dat afhankelijk van hoe snel je veranderen. 1 of 2 weken, weet je. Gewoon gaandeweg. Allerlei dingen veranderen en dan doen we diner. Leer een heleboel dingen over dat je dat anders kan doen. Maar wat ik ook vaak doe, wij zijn met z'n tweeën, maar ik kook echt voor een heel weeshuis. Maar zeker bijvoorbeeld als ik curry maak, dan blijft er altijd over. Dan hebben wij de lunch daarna, als we allebei thuis zijn, hebben we een heerlijke curry voor de lunch. Weet je, dat wordt alleen maar lekkerder als het een dag staat met al die kruiden die erin staan. Lunch pak je aan en we hebben dan ook snacks en snaien, weet je wel. Gewoon, het hoeft niet altijd maar gezond en je mag ook echt wel lekker eten en koekjes maken en taarten maken. En dat zit er allemaal bij. Bruine bonen brownies. Oh ja. Dat je denkt van, ik moet het niet aan denken aan het idee. En toen had ik ze gemaakt en dacht ik, zo, dat is lekker. Ja. Ging ik aan een vriend laten eten en die vond het, ik zeg niet wat het is, want anders gaat hij het niet nemen. Oh, dat is best wel lekker. Ik zei, ja. Bruine bonen, wat? achteraf dan is het van gaf voor de daddy. Maar dat is wel leuk om daarmee te experimenteren en andere mensen daarop te inspireren.
Wat zie je? Ik zit een beetje. Ik had een hoesbuitje net. Vandaar dat je denkt van, wat zit ze nou te slikken? Ik had een hoesbuitje net. Dus had ik me even op mute gezet, maar ik ben er nog niet helemaal overheen. Wat zie jij als jouw allergrootste levensles? Of wat is jouw voor jou? Nou ja, je hebt het eigenlijk al een beetje verteld, maar misschien heb je nog een aanvulling. Jeetje, ja, ik denk dat wat de belangrijkste les die ik heb geleerd, denk ik, is. En het is nog een les die ik nog steeds aan het leren ben, hoor. Maar dat hele, ik ben niet goed genoeg, dat klopt niet. Weet je, je moet niet altijd luisteren naar dat stemmetje in je hoofd. Dat je er mag zijn en dat je ruimte mag nemen, dat je goed genoeg bent zoals je bent. Weet je, dat is de belangrijkste levensles. En je niet altijd maar van alles aantrekken van wat mensen van je denken. En ja, weet je, you're not everyone's cup of tea. En dat is prima. Ja. En dat. Ja, en dat is ook. Ja, dat is de levensles die ik het fijnste vind om te leren. Omdat die mij het meeste heeft gebracht. Want daarin zit eigenlijk al het andere in. Weet je, goed voor jezelf zorgen. Naar je lichaam luisteren. Rust nemen. Leuke dingen doen. Me-time. Een baan hebben waar je blij van wordt. Dat komt er allemaal in voor. Omdat het allemaal gaat om het jezelf gunnen. Ja, ja. 100%. Ja, absoluut. Ja. Ja, en het is natuurlijk ook een basisangst, hè. Er zijn volgens mij eigenlijk maar twee basisangsten. Hè? En eentje is dat niet goed genoeg zijn. Het is best wel heavy. Ja. Het komt natuurlijk omdat, weet je, mensen zijn kuddedieren. En we zijn natuurlijk opgegroeid als, ja, weet je, we komen zoveel tienduizenden, ik weet niet eens hoe, nou echt heel lang geleden, maar dat. Zijn we ooit begonnen als een groep mensachtigen in de binnenlanden van Afrika, weet je wel, als groep. En als je, daar was je van afhankelijk. En als je buiten de groep viel, dan liep je gevaar. En dat weet je, wij zijn inmiddels wel geëvolueerd naar de mensen van de 21ste eeuw. Maar onze hersenen zijn dat niet. Onze hersenen zijn niet geëvolueerd. Het is op een bepaalde manier wel geëvolueerd, maar die basis, dat oerbrein, hebben we ook nog steeds. Dus dat buiten de toon vallen, dat valt niet goed bij een heleboel mensen. Dus dat is die basisangst inderdaad. Ja, dat is best logisch, inderdaad. En nou ja, en daar moet je dan een soort mee vieren of zo, of een beetje mee leren omgaan. Dus dan kom ik op mijn thema, nou naast rijkdom en goud, veerkracht. Ja. Wat is voor jou veerkracht en kan je dat leren? Wat is voor mij veerkracht? Ik dacht vroeger altijd veerkracht gewoon echt kracht was. Weet je, op puur op kracht ergens doorheen komen. En ik denk dat je dat op sommige punten best kan helpen. Weet je, absoluut op die manier van veerkracht. Maar ik denk dat veerkracht, zoals ik het nu zou omschrijven, is. Ik denk. Leren van het accepteren dat niet altijd alles zal gaan zoals je wil. Er zullen teleurstellingen zijn en je kan leren van die teleurstellingen. Die teleurstellingen kunnen ook iets moois opleveren. Dus ja, dat is weer heel mindful natuurlijk. Maar acceptatie en dankbaarheid, dat is denk ik veerkracht. Ook blij open blijven staan, ook al gaat dat niet altijd goed. Je hart open houden, dat is. En niet ten koste van alles en vooral van jezelf in zo'n geval. Alsmaar door blijven gaan en net doen alsof het je niks doet. Want dat deed ik eerst. Nee, maakt niet uit, joh, dat komt goed. En weet je, dat, maar dat het oké is dat je soms teleurgesteld bent of boos of verdrietig. En dat te laten zijn. En kijken van oké, wat kan ik hiervan leren? En of vergeven, loslaten. En gewoon weer verder gaan. Ja. Mooi. We komen nog heel even terug bij de boeken. Nou ja, en alle andere dingen die jou inspireren. Wat lees, luister en kijk jij op dit moment? Ik
lees op dit moment het nieuwste boek van Suzanne Smit, De wijsheid van de heks. Vind ik een geweldig boek. Daar voel ik me ook wel in thuis. Ik denk dat mijn vriend noemt me ook altijd een groene heks, omdat ik altijd bezig ben met kruiden en weet je, medicinale kruiden en dat soort dingen. En het zit ook een beetje natuurlijk in de voeding, weet je, wat werkt voor je, wat werkt goed voor je lichaam en maanstanden, dat soort dingen. Vind ik mega interessant. Dus dat, ik vind dat ook wel vind het een heel leuk geschreven boek. En ook qua vrouwengeschiedenis is het heel interessant over de heksenvervolgingen en wat dat eigenlijk inhield. Dus dat heel interessant. Ja, ik heb nu al zin om vanavond weer verder in te gaan. Wat luister ik? Qua muziek is het de laatste tijd lekker jaren 80. Mm. Mijn zoon die stuurt nog wel eens van die Spotify links. Oh man, moet je nou eens luisteren. Ik heb nou wat gevonden. En daar zit, ik vind zijn muzieksmaak geweldig. Er zitten echt van die hele onbekende bandjes tussen, weet je. En dan luister je muziek en nummer en denk ik, oh, even het hele album luisteren, weet je. Dat is gewoon hartstikke leuk. We hebben vrijwel dezelfde smaak. En af en toe dan stuurt hij dingen van, denk van, oh mijn god, je heeft hier een van de jaren 80 iets ontdekt. En dan komt Modern Talking ineens voorbij. Of Tarzan Boy, weet je wel. Die heerlijke dingen. Mijn eerste single. Tarzan Boy. Nou, dat weet je wel. Ja. Dus het is heel grappig dat hij dat soort dingen ook heel leuk vindt. Maar waar ik heel veel naar luister de laatste tijd, dan is, kom ik ook... ik heb ook kaartjes voor een concert. Dat over 2 weken. Oh, vandaag over 2 weken. Van Ivor. Dat is een zangeres uit de Faroe-eilanden. En die zingt in het Faroees. Geen idee. Die taal van ieder geval. Faroes. Ja. Of in het Engels. En zij heeft echt een... heb je die serie gezien van The Last Kingdom op Netflix? Nee. Nou, zij heeft in ieder geval het intro gedaan. Het is een beetje... Ja, het is hele, ze heeft een hele mooie stem. Het is een beetje aparte muziek. Een beetje Björk-achtig. Oh ja, ik kan de sfeer wel raden hoor. Ja, want nou, ik weet zoiets, waar die eilanden liggen. Dus, ik vind haar echt geweldig. Echt de moeite waard om eens op te zoeken. Dus daar luister ik op dit moment veel naar. Ik vind Muse geweldig. Ja, en mijn muzieksmaak is echt heel breed. Dus ik word overal wel blij van. Dus het hangt een beetje van de moed af, maar op dit moment Ivor. En qua podcasts. Ik ben niet zo heel echt podcasts aan het luisteren. Ik ben, hoewel ik dat ook wel een tijd heb... ik wissel een beetje tussen podcasts en... een Blinkist heb ik ook. Dus dat is zo'n app waar je boeken kunt luisteren, maar dan de verkorte versie daarvan, zou ik maar zeggen. Dat vind is ideaal. Ideaal, ja, had je wel tijd tekort. Dus dat luister ik vaak als ik... Tof. Ja. En kijken dus The Kingdom. Oh, The Last Kingdom, ja. Dat is wel aanraden, dus als je van de vikingtijd houdt. Maar op dit moment zijn we aan het kijken. Oh ja, Bodyguard zijn we aan het kijken op Netflix. Even kijken, maar wat... ik vind Cobra Kai geweldig. Ken je die? Heb je die gezien? Dat is gebaseerd op de Karate Kid van vroeger. Ja, dat is echt hilarisch. Ja. Echt heel erg leuk. En we hebben alleen Netflix. We zijn een beetje we willen graag andere series ook kijken. Ik ben heel erg fan van de hele Marvel Universe ook. Maar dan moet je Disney Plus en voor anderen heb je weer Amazon nodig. En dan weer HBO. Ja. En op een gegeven moment weet je, dat is genoeg. Ja, dus dat... En een van mijn series die ik heel erg leuk vind om te kijken, die ik binnenkort weer helemaal ga herkijken, is Sherlock van de BBC. Ook een echte aanrader. Ja. Cool. Ik vind het altijd leuk dat je aan iemands... smaak ook een beetje kan zien van, nou, wat vind je leuk, inderdaad, wat zegt het over jou? Het is toch wel, ik vind het toch altijd grappig hoe dat dan toch weer ook weer inzicht geeft. Maar goed, we zijn aan het eind gekomen van het gesprek, bijna. En ik vroeg me af of jij nog advies hebt voor de luisteraars, of een tip, of een mooie quote die je wilt delen, of iets, inspiratie. Een tip is
zorg goed voor jezelf. Weet je, en dus natuurlijk aan de ene kant een enorme dooddoener, maar wat een heleboel mensen niet doen gedurende de dag, is een paar keer per dag, al is maar 5 minuten, even geen schermen. Want heel veel mensen, dan zijn ze op hun werk, zitten ze de hele dag achter de laptop en dan hebben ze even pauze, gaan ze continu achter hun telefoon. Weet je, zeker ook als je met openbaar vervoer dan ook nog naar huis gaat, dan zit je dan ook de hele tijd op je telefoon. Dus je bent continu, krijg je schermen en prikkels en of een beetje muziek of wat dan ook. Gun jezelf, gun je brein gewoon even een paar keer per dag, al is maar 2-3 minuten, even helemaal niks. Als jij met je noise cancelling headphones, weet je, ideaal. Maar gewoon, je brein heeft echt die rust nodig. We zijn geen multitaskers, dat zouden we graag willen, maar dat zijn we niet. Je brein heeft echt gewoon rust en regelmaat nodig. Dus dat is een tip die ik mensen kan meegeven. En een van mijn favoriete quotes is, life is not about waiting for the storm to pass, but learning to dance in the rain. Dus als het, weet je, dus dingen kunnen soms heel triest lijken of heel niet wat je wil. Maar probeer altijd dat gouden randje te vinden. Of die silver lining, weet je. Of iets wat je blij maakt. Want hoe dat je dingen ervaart, heb je vaak ook zelf. Je kan daar invloed op uitoefenen. Door de manier waarop je ernaar kijkt, weet je. En sommige dingen zijn gewoon echt heel erg verdrietig. Maar dat wil niet zeggen dat je overal om moet lachen. Maar je kan er vaak wel lessen uithalen. Of toch ergens iets positiefs uithalen. Ja. Ja. Mooi om mee af te sluiten. Waar kunnen mensen jou vinden? Op Instagram is het Eten met Alice. Zelfde op Facebook. En mijn website is ook www.etenmetalice.nl. Op de website kun je ook een gratis gesprek inplannen. Als je een keer met vragen zit over fibromyalgie of voeding of wat dan ook. Je zegt van nou ja, hey, ik heb gewoon even een paar vragen. Wil ik even met je over sparren? Kan altijd heel vrijblijvend. Dus ik zou zeggen, doe dat vooral. Of stuur me even een berichtje op via Instagram of Facebook. Cool. We zetten de linkjes in de show notes bij de podcast. Dus dan kunnen ze je allemaal vinden. Hey Alice, dank je wel voor dit gesprek. En voor je mooie inspiratie. En het delen van jouw stuk van jouw levensverhaal. Graag gedaan. Het was echt superleuk om dat met jou te doen. Ja, thanks. En voor de luisteraars, dank je wel voor het luisteren. En tot een volgende keer. Ciao! Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram @katkolno, een T aan het eind. Tot de volgende keer. Ciao.